Over 50 meter linksaf. Nu rechts afslaan. Bestemming bereikt. Welkom op Memory Lane. Memory Lane. Ik gaf het zojuist al een beetje aan met die plaat van de Level 42. Soms heb je gewoon een prachtige herinnering aan een bepaald nummer. En dat blijf je ook altijd bij steeds als je dat nummer hoort, waar je ook bent. En dat geldt eigenlijk voor eigenlijk iedereen die wel iets met muziek heeft. En dat geldt ook voor onze volgende man die we gebeld hebben. Althans, dat is ook vaak een reden om iemand te kunnen bellen. Eigenlijk. Ja, niet eerlijk in zijn. Hè. Je moet ook een beetje aanleiding natuurlijk. Dit is in dit geval René van der Grijp. René, goedemiddag. Wilfred, goedemiddag jongen. Hoe gaat het met je? Ja, nee, prima. Hoe lang hebben jullie elkaar nu al niet gesproken als er geen televisie is? Nee joh, we appen elkaar iedere dag wel. Oh, ja. Er gebeurt iedere dag wel iets bij Jinek of bij Pauw of bij De Wereld Draait Door. De appen we van, heb je dit gezien of heb je dat gezien? Ja, jij vermaakt je wel weer met de Nederlandse televisie, heb ik de indruk. Nou, ik heb echt, ik vermaak me kostelijk jongen. Dat nieuwe programma van Albert Verlinde en zo, weet je wel. Dan denk ik, jezus Mina, wat moet die man zich verdrietig gevoeld hebben toen hij zijn... Toen ze commentaar niet kwijt kon, joh. Die zit erbij alsof die links en rechts een handgranaat in zijn zak heeft zitten zeggen. God, hoe blij kan een mens zijn dat hij zijn mening mag geven, hè? Ja. Jongen. Wij moeten nog even op gang komen. Heb je nog tips misschien voor de mannen daar aan tafel? Nou, ik vind het een beetje een rare tijd, hoor. Ik moet zeggen. Dan zijn de files nog in volle gang. Dat is waar, weet ja. Ik had het gewoon een half uurtje later begonnen. Lekker, ik weet ook. Je wel. Kindjes ook, joh. Kindjes die hebben om 6 uur nog de macht over de tv, hoor. Na het eten mogen ze het kastje inleveren, maar daarvoor is het nog van hun. Beter 7 Insight had het kunnen zijn. Qua tijd. Ja, tijd. Ja. Ja, sowieso een goede naam. Ja, en er zaten er een keer twee. Er zaten er een keer twee die volgens mij, ik mag het niet hardop zeggen, want weet je, dan krijg je weer van alles naar je hoofd geslingerd. Maar er zaten een keer twee homo's naast Albert. Er zaten in principe 3 homo's toen. Nou, die waren naar een kapper geweest. Dat die zeiden echt, doe mij een kapsel waar ik echt mee verlul. Maar dan ook echt, weet je wel. En ik moest zo verschrikkelijk lachen om die twee. Ik had ze nog nooit gezien, weet je wel. Nee, niemand dan. Nou, wij zien die jongen elke dag, want dat is namelijk een collega van ons. Nee. Ah, ja. Echt waar? Ik moest zo verschrikkelijk lachen. Want ik dacht gewoon, ik denk, ja, weet je... Als dit kan zomaar Michiel Romein zijn. Die een beetje afgevallen is. Dat zou zomaar kunnen. Michiel Romein die 30 kilo kwijt is. Ja, een van die jongens had zo'n kapsel alsof hij aan één kant in de wind had gestaan. Ja, die zit hier beneden. Links in de gang. Ja, die had links wat weg laten knippen en het aan de rechterkant opgeplakt. Hij zit hier achterin. Ja. Wat doet hij hier dan? Video? Nee. Ja. En waar is hij deskundig in dan? In film volgens mij. Ja. In hairstyling. Nee, want daar zijn we ook de hele uitzending niet achter gekomen. Want ja, hij kwam niet aan het woord. Nee, maar dat heb je met Albert. Die heeft nou 2-3 jaar zijn mond moeten houden. Nou, en weet je wat ook leuk is? Weet je Wilfred, waar ik ook altijd zo om moet lachen, weet je wel? Dat wij, omdat we er dan ook een beetje in zitten, we weten altijd wel precies hoe het komt, weet je. Ik weet bij Albert precies hoe het komt. Albert is natuurlijk 3 maanden gezegd door de Mol en andere collega's van de Mol. Van, Albert, jij moet het dragen. Ja. Jij bent degene die het draagt. Ja. En dat heeft Albert iets te serieus. Ja. Wat is dat goed als je daar naar kijkt. Hè? Maar ja, relativering is een vak. Heb je net Gordon nog gehoord of heb je het niet meegekregen? Ik heb Gordon meegekregen, ja. En ik moet jou heel eerlijk zeggen dat hoe vervelend het voor Gordon ook is, ik vind Angela de Jong echt de beste tv-recensent die er is. Echt met afstand. Met afstand. Ik heb zo vaak dat als ik ze lees, dat ik denk, ja, dat heb je weer redelijk gezien, weet je wel. En kijk, maar en dan zegt hij, ja, het is op de man gespeeld. Maar wat wij doen is ook op de man gespeeld. Ja. Als wij het over Ten Hag hebben, of over Overmars, of over Van Hooijdonk, of over... Ging, is het ook op de man gespeeld. Omdat je moet namen noemen. Daar kom je niet onderuit. Daar praat je over. Ja, dus onvermijdelijk, toch? Zeg jij. Dan moet je ook gewoon een mening kunnen geven. Ook over de mensen zelf. Omdat ze daar op dat moment ook zitten of staan natuurlijk. Ja, kijk. Stel je voor dat jij zegt over 6 Insight. En ik zeg dan... Want dan moet ik toch iets over Albert zeggen. Of over die Jan Versteeg. Maakt niet uit, weet je. Ja. Maar dan speel je altijd op de man. En dat wij in ons programma ook. En kijk... Ik vind, ja, kom op man, weet je, het is een mening van haar. En ik moet jou heel eerlijk zeggen dat iedereen, die wordt nu boos door het feit dat ze vaak op tv is. Maar ik vind het wel fijn als iemand die ik regelmatig lees,
dat hij ook een gezicht krijgt, weet je. Dat hij ook, dat ik ook daar een soort mening over kan gaan vormen, omdat ze vaker op tv is. Ik vind dat prettig. Ja, lijkt mij ook. Ik heb de indruk dat je er alweer klaar voor bent voor vrijdag, of niet? Als je een beetje weer zin in hebt en zo. Want Twan Huis komt het goed. Zeker. Heb je gisteren nog naar Twan gekeken? Twan Huis, ja, die... ik weet niet of het goed komt. Denk jij van wel? Wordt lastig. Ik denk het niet. Wordt lastig. Nee, dit is wat het is. Maar wij mogen... Kijk, Gordon heeft gewoon een jasje uitgedaan met die show waarin hij ging trouwen en het toch niet deed. Kijk, er zijn te veel mensen in tv-land die denken dat kijkers verstandelijk gehandicapten met een afstandsbediening zijn. Ja. Maar dat is niet zo. Het zijn gewoon mensen. En die mensen willen gewoon ook normaal serieus genomen worden, zoals iedereen. En dan moet je ze niet in de maling nemen. Dat heeft totaal geen zin. Hij zegt dat hij ze niet in de maling genomen heeft. Dat probeerde ik hem duidelijk te maken. Hij zegt dat het niet waar is. Dat de waarheid anders ligt. Dat zei hij net. Wat? Van die trouwshow? Ja, dat we niet in de maling zijn genomen. Natuurlijk zijn we allemaal in de maling genomen. Dat geeft toch niet. Maar dan moet je niet denken dat allemaal ongestraft kan. Nee, dat blijkt. Maar goed, we gaan het nieuwe jaar in met frisse moed. We zijn er vrijdag weer. Jij bent er weer. Ik heb er zin in. 8:30. Ah, we hebben er zin in. We hebben over 2 weekjes lekker Feyenoord-Ajax. Kunnen we eens kijken wat er gebeurt. Misschien nog Feyenoord nog 1 keer doen. Zoals tegen PSV. Wie weet. Mooi man. Zou geweldig zijn. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar je had ook nog een plaat. Ja, we hebben een aanleiding gezocht natuurlijk. Om je even te kunnen bellen. Dat was een van de eerste artiesten die ik ging imiteren. Dus ik liep door Dordrecht heen met een lange leren jas en een bolletop. En ik had ook nog een Bordeaux-rood fluwelen jas met een Bordeaux-rode bolhoed. Oké. En toen de tijd ook dat ik met de taxi naar Feyenoord ging en zo, dat ik me liet brengen. Ja. En dan pakte ik die taxichauffeur achter die bolhoed uit de achterbak en dan deed ik hem op. Ik denk wel eens, zou ook mensen gedacht hebben, wat loopt die voor lul? Maar die gozer die was best wel veel op tv, die Steve Harley toen. Okay. Die ging volgens mij ook met de zus van Patricia Pai. Ja, wie niet? Ja, Steve Harley, Rob Harley, Kees Harley, alle Harley zijn er overheen. Nee, maar in ieder geval, die gozer die imiteerde ik toen een voetballer. Oké, gaan we dan naar luisteren. Ik zie je vrijdag weer, René.